Als hier een park komt, dan heb je dus geen auto's meer nodig. Dan laat je dat zien aan de hand van een bon opprikken van nou, die auto's hebben we niet meer nodig. En ik vind het wel leuk dat je allemaal oldtimers hierop staan. Dus dat misschien mensen die er dan, als je eenmaal op het park staat, mensen langslopen die denken zo van... Oh ja, wist je nog vroeger toen hier nog auto's reden? Weet je, zo'n opa verteld gevoel. Welkom allemaal aan de Hondsrugweg. We zijn hier in het Amsterdam Zuidoost, in het gedeelte Amstel 3. Er is een vervoerstroom, die zal altijd blijven. Maar we gaan grotendeels voor een park. En vandaag gaan wij een beeldmerk onthullen om te laten zien dat die auto echt grotendeels weggaat. Ik ben wethouder woningbouw van Amsterdam en ik weet dat er heel veel woningen in onze stad nodig zijn. Maar gelukkig ben ik niet alleen wethouder woningbouw, maar ook wethouder groen. Want ik weet ook dat als je een woning bouwt, dat er ook een prettige omgeving moet zijn om in te gaan wonen. De komende jaren zal dit blijven veranderen van een gebied waar we alleen maar met de auto doorheen gaan om een bank te kopen, naar een gebied waar mensen wonen en werken naast elkaar. En ik vind dat heel erg bijzonder en het idee dat je een wijk niet maakt met huizen alleen, maar juist door ook een stuk groen eraan toe te voegen, dat is volgens mij precies wat dit gebied nodig heeft. Het idee is als je ergens gaat wonen dat je ook kunt recreëren en een plezierige omgeving hebt. En daarom is ons idee vanaf begin af aan om de Hondsrugweg weg te halen en om daar een park te maken. Ik was erbij toen het opgemaakt was en dat ze er nog mee bezig waren, de laatste puntjes op de i. En hij is echt super leuk geworden. Ik mocht de doeken voor hem maken, dus dat was ook super goed gelukt. Met Frankie zijn we lang op zoek geweest naar de mooie plek ervoor. Maar hij is, zoals hij hier nu staat, fantastisch. En ik hoop dat het park er snel komt. De autoprikker is natuurlijk een voorbeeld van de toekomst van de Hondsrugweg. De Hondsrugweg die straks niet meer voor auto's geschikt is. En de auto's en het asfalt zal hier verdwijnen. En het wordt een groen parkgebied waar voetgangers en fietsers gebruik van maken. En waar mensen kunnen recreëren. Dus om nu al een voorbode te hebben van de auto's die zetten we op de prikker. En in de toekomst is hier geen ruimte meer voor de auto's. Is eigenlijk heel mooi. Het Hondsrugpark wordt een park voor nieuwe bewoners en voor mensen die hier nu al werken. Het gebied zal de komende 10, 15 jaar volledig veranderen. Waar het nu voornamelijk kantoorgebied is, zal straks van IKEA tot aan de Hooghoortweg een 700 meter lang park komen. Waar allemaal mensen die hier omheen kunnen gaan wonen, in de nieuwe woontorens die er komen, die kunnen daar gebruik van maken. Hier zie je een beeld van dat meest actieve deel, waar sport en spel gecombineerd wordt met een groene parkinrichting. Dus waar kinderen kunnen spelen, tieners kunnen sporten, minder ruimte voor de auto en veel meer ruimte voor de voetganger. Mensen die hier wonen en die op een gezonde manier van de buitenruimte kunnen genieten.